Kunnen wij misschien een rondleiding krijgen in het nieuwe Nationale Toneelgebouw? Een rondleiding. Je overvalt me eigenlijk een beetje. Ik ben bezig met het parket, ik weet niks van een rondleiding. Ik help een beetje mee voor de nieuwe foyer van het gebouw. Ik ben nu met het stukje bezig waar de bar komt te staan trouwens. Voor na de voorstelling waar je een drankje kan drinken. Maar rondleiding... Moet ik even vragen, boven. Ik weet alleen iets van parket leggen en van spelen. Ik ga zo meteen beginnen met Levende Doden. Een stuk van Ivo van Urk. Maar ik denk dat er boven iemand is die meer weet van het gebouw. Loop maar even mee. We zijn nog steeds niet klaar met zwerven. Huh? Kom op. Hey, kan jij misschien een rondleiding? Een rondleiding? Ja, ik moet het zelfs voor een rondleiding, maar ja, ik ken dit gewoon niet. Nou ja, ik zou niet weten, maar volgens mij is dat niet. Kan dat, maar ik moet het even gaan vragen. Want ik kan er niks over zeggen natuurlijk. Ik was hier aan het verven. En eigenlijk moet ik repeteren, want ik ben nu bezig hier om te verven en het gebouw zo snel mogelijk af te krijgen. Want we hebben dus halverwege, even kijken, september hebben we première van Thuisreis hier in de grote zaal. En ik ga eventjes kijken of ik diegene kan vinden die daar misschien over gaat. Hoe gaat het met jou, Bart? Zijn jullie bezig? Ik kan je daar geen toestemming over geven. We komen hier op de afdeling volgens mij van de communicatie en wat nog meer? Marketing, communicatie en publiciteit. Die wordt hier gedaan. Er zijn allemaal mensen bezig, ook hier bezig om het allemaal op tijd af te krijgen voor de eerste première van Thuisreis. Deze afdeling, dat is techniek en administratie zit hier allemaal. Dus, maar we gaan even kijken of ik diegene kan vinden. Even door. Hey, Piet! Hey, ze willen hier een rondleiding hebben. Ja, nou, dat kan. Ik heb een hele platte grond. We never seem to find peace of mind. We're always on the run. Way from the sun. Hij is uit van woorden, want ik loop al 3 rondjes door het gebouw, maar ik weet ongeveer niet wel waar we zijn. Waar dan? Nou, we zijn hier en dan moeten we die kant op. Als we die kant op volgen, we moeten die kant op. Kom maar mee, gaan we deze kant op. Kijk uit hier. Ja, pas op. Ja? Het geld, ja. Administratie. Administratie. Waar is die? Weet jij? Hier rechts moeten we volgens mij heen. Oké. Dankjewel voor het leden van de kaart. Oké, nou en hier achter het hek. Dat is wel leuk jongens. Hier komen de requisieten. Dat past allemaal achter dit ding hier. En het archief. En dit is de technische werkplaats. Ja, hier gaan de mannen. Hey, jongens, kom. Even mee naar buiten, Prachtig uitje. Hey, Wim. Hè? Wim, ben je buiten? Ja. Prachtig hier, jongens. Schitterend. Hé, hey, kijk je wel uit? Kijk je wel een beetje uit hier, man? Ja, nee, ik spring niet naar beneden. Nee, wij zijn bezig met een rondleiding, maar volgens mij mag dat nog helemaal niet. Maar moet je nou eens even kijken naar dat uitzicht? Wow. Toch geweldig. Daar werkt mijn vrouw. Dus vanaf nu kan ik naar de zwaaien. Moet ik hier staan. Maar laten we even verder gaan. Ja, ik weet het niet, maar volgens mij is er nog iemand daar beneden bezig. Maar volgens mij hier in die Chris Koperszaal is volgens mij al iemand dat repeteert. Ja, ik weet niet precies wie, maar laten we maar eens even gaan kijken. Moet je even uitleggen dat Chris Koperszaal. Godsnaam aan het doen. Nee, maar ik ben nog even bezig voor de
idee hoe ik loop aan het ontwikkelen. En het is hier heel lekker groot. Dus kijk, dit staat. Dat ik zo loop de hele tijd. Ja, maar we hebben het nodig voor rondrijden. Zie de knop nou. Zijn jullie al in zaal 2 geweest? Nee, maar laat je nog even een stukje dans zien en dan gaan we naar zaal 2. Oké, dit is een voorproefje, dit is het loopje. We lopen zo naar zaal 2, dames en heren. Komt u mee. Zaal 2, kom. Ja, we gaan naar zaal 2. Twee trappen af. Twee trappen af naar zaal 2. Oké, we gaan naar zaal 2. Twee trappen naar beneden. Kijk, ik kan het op de trap. Hoppa. Twee trappen naar beneden. Ja, kom. Zaal 2 is heel mooi. Kom. Ik loop op de zon. Oké, naar zaal 2. Ja, het is een hele mooie zaal. Zaal 2. Rantadada. In zaal 2 spelen jullie als eerste, toch? Nee, gaan jullie beginnen. Levende doden. We gaan hier repeteren vanaf 10 september en 25 oktober gaan we hier in première. En spelen ook hier, hè? Ja. Dus niet in de grote zaal, want daar zit... Ja, in de grote zaal, daar zit ik. Dat is thuisreis, had ik al gezegd. Vinci ook. Maar is bij ons. Natuurlijk, Vinci. Best in de 27 september. En ga mee, ga maar kijken. Zaal 1. En kijk toch eens even naar deze schitterende bamboe parketvloer. Ja. En een kijkje in de zaal vanaf hier. In zaal 1. Waar thuisreis gaat spelen. Kijk daar. Hier. En hier is dus de grote zaal. Zaal 1. En daar gaan we eigenlijk de allereerste voorstelling in het nieuwe gebouw spelen. De huisreis, ja, Davy. 27 september en daarvoor een aantal try-outs. Ook welkom, komt al aan. Een biertje gaan drinken in onze nieuwe van je. Ja. Laten we maar lekker een biertje drinken. Even vieren, nieuw pad. Tot volgend seizoen. Volgend seizoen. Daar is het weer, ja. Nou, dat wordt lekker drinken. Hè? Wie wil er wat? Lekker. Biertje?